Zijn dit de mooiste duels? Ja, het gaat wel ergens over. Hè? Want we hebben natuurlijk vorige week bij NSC een goed resultaat neergezet. We hadden gezegd van absoluut niet willen verliezen daar zo. Om de druk omhoog te zetten bij Den Haag voor de aankomende wedstrijd. Ja, dan pak je daar de 3 punten. Dus dan wordt het nog lekkerder om dichterbij te komen. En als je vrijdag of zaterdag kan winnen, ja, dan ga je over zijn. Dus het is wel een wedstrijd waar het om gaat. Afgelopen zaterdag was het absoluut niet verliezen. Hoe is het aankomende zaterdag? Nou ja, we spelen thuis. Dan worden we altijd naar een bepaalde hoogte gestuurd door het publiek. Dat is onze 12e man. Ja, we zullen wel moeten oppassen. Hè, want we willen heel graag, maar we willen die wedstrijd zo graag winnen. Hè, want we willen weggaan van onderop. En elke wedstrijd is een finale. Hè, want dat zijn de clichés. Maar het is gewoon zo. En dat is vanaf dag 1 geweest. We hebben nog een 3-0 nederlaag weg te poetsen uit de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus er zitten best wel wat dingen in. Alleen ja, je moet je ook wel afvragen nu met een nieuwe trainer. Nee, wat gaan ze doen? Welk systeem? Wat voor mensen? Maar oké, als de opstelling bekend wordt, weten we wel hoe het staat. Ja. Maar dat heb jij net weer. Dat precies in de week voor het duel dat ze de trainer wegdoen. En je dus eigenlijk niet weet hoe ze gaan spelen. Nou ja, wat ik wel zonde vind is dat weer een welgewaardeerde collega weer op straat staat. Petro is natuurlijk wel een verademing. Zeker ook voor naar de buitenwacht en hoe enthousiast hij is. Met Alfons ook weer een goede gozer erbij. Dus ja, dat is altijd raar hoe zoiets dan gaat ontwikkelen. En ik heb het zelf meegemaakt toen ik zelf in kon stappen hier. De eerste was Sparta uit. Ja, dan heb je niet zoveel te doen in 2 dagen. Dus uiteindelijk valt het aan staat hoe wij ons manifesteren. Want inderdaad, als je kijkt naar als ervaringsdeskundige, hoe deed jij dat? Ga je dan ineens alles omgooien? Want dat lijkt niet te doen, toch? In 2 dagen een team neerzetten. Nee, ik zit er ver vanaf. Als je dan binnenstapt, dan kijk je hoe de groep is. Wat de kwaliteit van de groep is. En dan naar jouw eigen inzien ga je kijken waar het aan legt. Waar je wat kan winnen. Nou, als ik dan van de week interview met Alfons Allees. Dat hij ook van mooi voetbal houdt aanvallend, maar dat de punten op de eerste plek komen. Dan zal hij misschien wat wisselingen brengen in de posities. Misschien in wat namen, maar uiteindelijk weten we ook als die jongens spelen wel hoe ze staan. En wat ik zeg, het is wat je zelf erin stopt dan. Het kan zomaar zijn dat het bij hun een positieve invloed heeft. Dat het weer een laten zien aan de nieuwe trainer. Ja, of het kan zo zijn dat het even wat tegenwerkt als ze te veel willen. Nou oké, wij moeten ons eigen ding doen. Het wordt wel een sfeer, denk ik, zaterdag. Hè? Een uitverkocht huis, een wedstrijd die je moet winnen, die er echt om gaat. Dat kan wel wat worden. Ja, maar dat doe je het ook voor. Kijk, het mooiste zou zijn als je dat doet voor Europees voetbal. Of dat we vorig jaar mee deden voor het kampioen of voor de promotie. Maar dit heb ook wel wat. En we wisten dat dit eraan zat te komen. En ik weet gewoon hoe deze competitie loopt. Hoe lastig het is om daar weg te komen met elkaar. Om bij die streep weg te gaan. Want het allerbelangrijkste is Milan, dat we gezegd hebben, we willen eind van de rit niet onderop staan. En dat blijft nog steeds de doelstelling. En alles wat er verder komt, ja, dat zou lekker zijn. Is het positieve gemoed wel weer echt heel erg terug naar die overwinning van zaterdag? Nou, je merkt in de groep, en dat is natuurlijk ook wel het jammere van Manu natuurlijk, dat hij die tweede gele kaart heeft gekregen, waar heel Nederland natuurlijk ook een mening over heeft en terecht. Maar dat de groep een, ja, weet je, het is afgesloten van het transferwindow. Dus dan is er ook duidelijkheid wie er wel is, wie er niet is. We hebben de groep wat teruggebracht naar wat kleiner. Is af en toe wel lastig trainen, hè? Want we stonden vandaag met 14 man op het veld. Hè? Dan wat zieken erbij. Maar uiteindelijk hou je daarin wel de kwaliteit weer op de been. Dat je weer heel veel scherpe momenten. En dat je niet met andere randzaken bezig hoeft te zijn. Dus uiteindelijk met positiviteit, dat geeft wel een goed gevoel. Zeker naar de winst van NSC. Heel Nederland had er inderdaad een mening over. Hoe heb je dat meegekregen de afgelopen weken? Wat hebben jullie er nog aan proberen te doen? Ja, iedereen weet natuurlijk dat het een onbegonnen zaak is. Want het is een regel. Die staat, 2 gele kaarten is rood, dus automatisch een wedstrijd. Nou, er zijn altijd wat mazen in het net om eruit te komen. Volgens mij is de voorzitter nog maar bezig geweest uit Spanje, volgens mij een wedstrijd. Ik las vanmorgen zelfs dat Barcelona in beroep gaat. Met de tweede gele kaart van Suarez en volgens mij van die middenvelder, Busquets, volgens mij, dat er 2 ballen op het veld lagen. Ja jongens, als het daar allemaal zo lukken, waarvoor zou de KNVB dan zo starrig zijn om het niet te doen? Hè? Want, en weet je, als hij dan geen penalty geeft, ala, dat is all in the game. Maar ik denk niet dat hij het bewust denkt van nou, ik laat me eens lekker vallen, want dat was absoluut niet aan de orde. Maar oké, het is een moment geweest van de scheidsrechter en dat moet je dan maar accepteren.
Manu is geschorst. Als ik dan heel simpel nadenk, zet ik dan Marengo op die plek. Drink ik voor de trainer na? Is dat een logische gedachte? Nee, dat is prima. We zijn blij met dat we Lucie erbij hebben. En die kan dat goed invullen. Dus, we zitten nog een beetje te dubben natuurlijk. Want als je Thijs ook weer terug van een schorsing. Rietsma heeft het goed gedaan. Oké, daar hebben we nog een dagje voor om dat uit te pluizen hoe we dat gaan doen. Live, video's en nieuws. Ga naar foxsports.nl.